Shut up and sit down. Hallo meiden, jullie komen vrolijk lachend de trap af. Heb je reden om te lachen? Ja, vakantie. Vakantie. En jij? Ook. En wat hadden jullie voor het laatste examen net? Frans. Ook, hetzelfde. En, hoe ging die? Nou, hij was wel heel lang. En ik vond het wel lastige teksten. Ja, ook lastig? Ja, tradivisie. Tradivisie, ook. Hallo allemaal. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Melochton in Beeld. Deze keer staan we stil bij het eindexamen voor HAVO en VWO. We gaan kijken naar een bijzondere aflevering van Durf te Vragen. We horen het verhaal van een prachtige reis en we treffen een oud-leerling aan in onze schoolgebouw. Mijn naam is Leila en ik ben deze keer uw presentator. Waar ging de tekst een beetje over? Nou het was best wel gevarieerd op zich. Er waren een paar onderzoeken en... Ja, iets over artificial intelligence. Die dan met dat spel en met schaken mensen gaan verslaan. Daar had mijn vader ooit iets over laten zien, dus gelukkig wist hij dat al. En over toerisme en een beetje van die artikelen allemaal met van die sociale problemen die je weet. Mevrouw Snijder is al sinds jaar en dag afdelingshoofd van VWO Bovenbouw. Daarnaast verzorgt ze samen met meneer Dobbe het eindexamensecretariaat. Als geen ander kan zij ons iets vertellen over het eindexamen van dit jaar. Alle maatregelen zijn opgeheven, maar of het eindexamen nog beïnvloed wordt door COVID, ze vertelt het zelf aan meneer Van Atten. We zitten hier naast mevrouw Snijder, afdelingshoofd VWO 6. Je mag wel Marion zeggen. We mogen Marion zeggen, ik in ieder geval. Ben je ook nog examensecretaris? Ben ik ook nog, samen met meneer Dobbe. Heel goed. Corona is voorbij, dus we hebben weer een normaal examen. Nee, niet helemaal. En gelukkig niet. Want de kinderen die nu examen doen, die hebben de afgelopen jaren natuurlijk heel veel last gehad van corona. Tijden thuisles gehad, achterstanden opgelopen. Wij spreken niet graag over achterstanden, maar vertraging opgelopen. En gelukkig heeft de minister dit jaar bedacht, net als vorig jaar, om een aantal aanvullende maatregelen voor het examen goed te vinden. De kinderen mogen, als ze dat willen, de examen spreiden over twee tijdvakken. Ze krijgen een extra herkansing. In plaats van één hebben ze dan recht op twee herkansingen. En als het nodig is, als ze met de cijfers die ze hebben niet geslaagd zijn, mag je op één vak de duim leggen. Dat heet ook de duimregeling. En ze mogen dus dan eigenlijk één onvoldoende meer hebben dan dat ze normaal zouden hebben. En dan kunnen ze toch geslaagd zijn. En ik vind het heel fijn, want het is een erkenning van de ellende die kinderen de afgelopen jaren gehad hebben. Wij spreken jou op de laatste dag van het examen. Wat is er nu aan de hand? Ja, het mooiste vak is altijd het laatste aan de beurt, want dat is mijn eigen vak, Frans. VWO Frans en voor HAVO is er bedrijfseconomie nog vanmiddag en dan is het klaar. En dan hebben die kinderen 10 examendagen achter de rug heel hard gewerkt. En dan hopen ze dat vanavond te kunnen vieren met een overwinning van Feyenoord. Want dat gaat zich vanavond afspelen. En tussendoor ga ik nog met een heleboel V6'ers eten als afsluiting. Want het kerstdiner is ons door de neus geboord omdat we toen dicht moesten die week. Dus dat gaan we vandaag nog ook inhalen. Heel veel plezier toegewenst en succes met de laatste loodjes. Komt helemaal goed. En 9 juni weten we hoe het uitgepakt heeft. Dank u wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Jij ook bedankt. Heren, ik zie je opgeluchte gezichten. Ja. Dit was het laatste examen? We zijn helemaal klaar. We zijn er helemaal klaar mee. Dus lekker biertje drinken in de stad en vanavond genieten van Feyenoord. Ja, heerlijk. Wat? Zeker wel, ja. Ja. Wat was het laatste examen voor jullie? Bedrijfseconomie. Ja. Beetje vertrouwen in op de goede afloop? Nou, het wordt wel even spannend 9 juni, maar ik denk het wel. Ik denk het wel. Ergens wat kan gebeuren is een her. Dus, ja. En jij? Ja, ook herkansing ergens, denk ik. En anders streep ik gewoon wat weg. Vind ik ook niet erg. Hartstikke goed. Dan mag de pret niet drukken, nee, dat wegstrepen. Nee, dat zeker niet. Oké. Okay. Hey jongens, bedankt en een heel fijne wedstrijd toegewenst. Succes. Hoi.
durf te vragen deze keer broer en zus Noorlander, die op dezelfde school zitten. Maar dan wel de een als leerling en de ander als docent. Kijk u zelf naar Durf te Vragen. Hoe zie je mij als leerling? Ik heb natuurlijk al kunnen proefoefenen met Ralf, mijn broertje, jouw broer, die hier ook op school heeft gezeten. En ik merk op dit moment nog iets minder van, omdat jij nog in de onderbouw zit en ik voornamelijk in de bovenbouw lesgeef. Als jij straks in de vierde klas zit, ja, dan zou ik inderdaad af en toe moeten switchen van, is het nou mijn zusje dat daar rondloopt of gewoon een vervelende vierde klasser? Hoe voelt het nou om als vijfde Noorlander hier op school rond te lopen? Ja, niet echt super bijzonder, omdat ik me gewoon voel als een leerling hier. En ik weet dat er generaties voor me hebben gezeten, maar ik weet niet echt wat ik daarvan moet vinden. Heb je wel eens gespijbeld? Zo ja, waarom? En hoe zie je leerlingen nu als ze spijbelen? Ik zou natuurlijk op beeld willen zeggen dat ik nooit gespijbeld heb en een voorbeeldige leerling ben geweest. Maar aangezien ik hier leerling ben geweest en die ook lesgeef, lopen er echt wel docenten bij die vast wel kunnen beamen dat ik wel eens een dagje vrij heb genomen. Ik vind dat leerlingen die spijbelen, ergens is het op een gegeven moment je eigen verantwoordelijkheid in de bovenbouw. Je moet alleen oppassen dat je daarin niet je talent of je kunnen eigenlijk overschat. In de onderbouw zou ik het spijbelen niet echt aanraden, want dan probeer je nog te wennen aan een nieuwe school, een nieuwe omgeving en nieuwe mensen. Dan heb je die basis keihard nodig. Maar mensen, spijbel niet. Wat is volgens jou het verschil tussen de brugklas en de tweede klas? Toch wel het brugklasgebouw. Je merkt heel erg dat het brugklasgebouw heel erg fijn is, omdat je nog heel erg goed kan wennen aan de middelbare school. En nu ik in de tweede klas zit, merk ik dat ik ik ben gewend aan alles lossen. Dat je niet meer vaste plekken hebt, niet meer je vaste jassenhaak, en et cetera, et cetera. Je bent zelf hier ook leerling geweest. En zijn er veel dingen veranderd in de tijd dat jij hier leerling was en nu je docent bent? Eigenlijk veel en tegelijkertijd weinig. Ik heb natuurlijk ook les gehad van een aantal collega's. Een aantal van hen is ook weer vertrokken. Het gebouw was bij mij anders. Dat is hier gerenoveerd. We hebben zelfs op een gegeven moment ook nog in noodlokalen gezeten. Maar wat echt hetzelfde is gebleven, is de sfeer. Daar merk ik als leerling of als docent nu eigenlijk geen verschil in. Ga je naar het schoolfeest? Ja, ik ga naar het schoolfeest. Het is mijn eerste schoolfeest op de middelbare school. Ik weet niet zo goed wat ik kan verwachten, maar ik denk wel dat het leuk wordt. Want dit was het. Wat ga je nu doen? Op vakantie. Tenminste, maandag gaan we weg. Maar ja, waar ga je naartoe? Naar Berlijn en naar het Komenmeer. Heel mooi. En naar Spanje. Ja, naar Spanje. Oké. Victor Los is al een tijdje van onze school af, maar is toch nog regelmatig in ons gebouw aan te treffen. Hoe dat zit, wordt hem gevraagd door meneer Van Atten. Ja. Dat is de van Victor. Hey, Victor. Sorry, blijf maar rustig door, joh. Hey. Wat niet gezien. Hoe is het? Ja, goed. Victor, maar jij bent toch al lang van school af? 2019 eigenlijk zijn we gedaan, ja. 2019? Ja. Maar nu zit jij hier weer in lokaal... 407. 407. Wat doe je hier? Huisbegeleiding geven. Hoe is dat zo gekomen? Een appje van mevrouw Frenzel, volgens mij. Leuk zeg. Hoe gaat het met je? Wat ben je aan het doen? Ik studeer nu 2 jaar rechten. Ik zit bij Njord en Minerva in Leiden. En dat gaat best wel prima.
Mooi om te horen. En hoe voelt het om even terug te zijn op het oude nest? Ja, een beetje vreemd. Maar ook wel leuk om de veranderingen te zien die hier in de afgelopen jaren zijn doorgevoerd. Kan je daar één voorbeeld van noemen van zo'n verandering? Veel meer aandacht voor LHBTIQ+ en dat soort dingen. Ja, dat was er bij ons nog niet echt. Zeker met die regenboogtrappen en zo. Op zich wel best een grote verandering. Oké, vanavond speelt Sparta zo te zien? Nee, fijner natuurlijk. Ja, welke wedstrijd is het ook weer? Conference League finale. Waar ga je kijken? Nieuwe Binnenweg. Ik wens je heel veel plezier en leuk om te zien dat je weer even terug bent op het oude nest. Ja, leuk om terug te zijn. Ja. Dankjewel. Hoi. Maanden met een schip over de Wereldzee varen. En dat terwijl je leerling bent in VWO 5 op Melanchthon Schiebroek. Laura de Haan deed het en vertelt over deze geweldige ervaring. Ik ben een half jaar weg geweest met School at Sea. Dat is een programma voor leerlingen om zich te ontwikkelen. En zijn we met een zeilboot, met een tallship, naar de Cariben en teruggevaren. En tijdens dat heb ik gewoon school gedaan. Ik ben erbij terechtgekomen doordat ik in de derde een filmpje zag van leerlingen die vastzaten door corona in het Caribisch gebied. Dat was een ander programma van 6 weken. Maar toen had ik dat opgezocht en toen kwam ik School at Sea tegen. En dat is 6 maanden en dat vond ik wel leuk. Toen ben ik naar een invoedag gegaan en toen dacht ik, dit lijkt me heel leuk en het helpt me ook voor later. Ik ben naar eilanden geweest, naar andere landen, ik heb gesurfd, ik heb een survival gedaan op een onbewoond eiland. Ik ben naar de Rasta's geweest, ik heb een vulkaan geklommen, dus dat was allemaal heel leuk en natuurlijk gezeild. Ik ben naar Tenerife geweest, ik ben naar Curaçao geweest, naar Dominica, Panama, Bermuda. Bermuda was even een tussenstop. En naar de Azoren geweest. Wij hadden wel schooldagen aan boord en dan had je, als we aan het varen waren, 2 dagen wachtlopen, dus het zeilen. En 2 dagen school. En dat waren dan 2 dagen zelfstudie van ongeveer 8 uur tot 5 uur. En dan kon je natuurlijk ook daarbuiten. En op wachtdagen moest je ook wat school doen. En dat is dan gewoon zelf leren, dus het boek doorlezen. Kijken of je het snapt. Anders vragen stellen en heel veel oefenen. Maar dan zelf en met de powerpoints die je van de docent hebt gekregen. Daarmee moet je het eigenlijk doen. Ik heb niet heel erg contact gehad met school. Ik had ervoor heel veel afspraken gemaakt en daarna moet ik ze ook nog nakomen. En ik heb wel alle toetsen, of een groot gedeelte van de toetsen die ze in Nederland maakt, heb ik aan boord gemaakt. En dat is eigenlijk het contact dat ik heb gehad. Veel zelfvertrouwen en leiderschap. Ik heb wel geleerd om een beetje te leiden. En inderdaad zelfvertrouwen. Ik heb ook geleerd hoe je zelfstandig moet zijn. Gewoon zelfstandig leren, zelfstandig koken, schoonmaken. Maar dat heb ik ook weer geleerd om het in een groep te doen. Dus ik heb ook geleerd om samen te leven. En ook wat heel belangrijk was aan boord is feedback geven. Dus iemand ook eens met iets confronteren als je ergens niet oké mee bent.
of feedback geven of zodat iemand iets beter kan doen. En ook feedback ontvangen en hoe je daarmee om kan gaan. En dat was heel belangrijk aan boord. Er zijn moeilijke momenten ook aan boord geweest. Bijvoorbeeld had iemand die hele kauwgom onder de tafel plakt. Nou, op school is dat natuurlijk al niet fijn om te voelen. Maar aan boord is dat echt niet fijn, want dan geeft de kapitein een middendekje. En dan moeten we dus met z'n allen op het middendek staan en het probleem bespreken. Want het is wel ons huis waar je kauwgom plakt. Die plakt natuurlijk thuis geen kauwgom onder de tafel. En dat doe je bij iemand anders ook niet. En dat gebeurde eigenlijk de hele reis. En daar heb ik denk ik iets van 20 uur op het middendek gestaan in totaal. Vanwege iemand die kauwgom onder de tafel plakt. Wat eigenlijk dus heel jammer is. Mijn lievelingsplek tijdens COVID-C was Panama. Ik heb er wel corona gekregen, dat was heel jammer. Maar we mochten een eigen reis doen, dus dan ben je met een klein groepje kinderen en een volwassene begeleider. Maar die begeleider die mag niks doen. Dus wij mochten zelf het vervoer regelen, het hotel, wat we gingen doen. En daar kregen we een klein budget voor, maar je had ook nog zakgeld waar je het leuker mee kon maken. En toen zijn we gaan surfen. We hebben in Panama City zijn we geweest. Het is een soort van New York eigenlijk, maar toch iets kleiner. En een nationaal park waar ik een luiaard heb gezien. En dat was wel echt heel cool. Toen ik terugkwam was het wel heel moeilijk. Het is heel anders dan... Ik ben nu zelfstandig les gewend. Gewoon zelfstandig leren. En dan zit je in één keer in de les naar een docent te luisteren, terwijl je weet van oké, sommige dingen kan je dan sneller, omdat je dat hebt geleerd om zelfstandig de stof tot je te nemen. Maar in de les worden ook best wel belangrijke dingen behandeld die je zelf niet kan behandelen. Dus het is wel nuttig om in de les te zitten, maar je weet dat je een groot gedeelte toch wel zelf sneller kan. Ik wil geneeskunde gaan studeren. In mijn ogen is een dokter iemand die luistert naar de patiënten. Dus niet alleen naar de symptomen, maar ook naar hun zorgen, zodat ze de zorgen kunnen verhelpen. En waardoor de patiënt ook snapt wat er aan de hand is en zich zo gerust stelt en meer vertrouwen heeft in de dokter en in de geneeskunde. Ja, ik zou andere mensen zeker COVID-C aanraden. Maar je moet het wel willen, dus je moet wel een beetje een doel hebben voor een beetje motivatie van daarvoor doe ik het, daarvoor wil ik me ontwikkelen. En dan heb je een doel en dan denk je, oké, ik ga het. Het is nu af en toe even minder leuk en dan wordt het uiteindelijk wel weer leuk. Want het was niet zomaar een reis of een vakantie. Dit was het dan alweer voor deze keer. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Oké. Maar eerst even wachten op de uitslag. Daarna heerlijk vakantie. Nou, we zullen voor jullie duimen. Bedankt. Fijne avond. Doeg.